Hallo allemaal, dit is Rick Stevens, Stevens Auto Service, met vandaag even een filmpje van hoe je van een Volkswagen, in dit geval, en dit is een Lupootje, een vacuümslang kunt repareren. Die dingen knappen wel vaker als ze wat ouder zijn. Dan krijg je dit resultaat. Even kijken, dat het een beetje in beeld komt. Ja, zie je dat? Is die helemaal gescheurd. Ik moet alleen even zoomen. Dat is knap irritant dat je dat niet doet. Dan krijg je dit idee, zeg maar. Die helemaal compleet doormidden is gescheurd. En dat hij niet zoomt, vind ik echt irritant. Maar nee, ik pak hem gewoon niet. Irritant. Ja, nu dat hij, zie je dat? Nu krijg je eindelijk het goede in beeld. Dat ding is helemaal gescheurd. En wat ik in zo'n geval doe, het beste is natuurlijk een nieuwe slang. Maar die is op dit moment niet voorhanden. En ja, een tweede goede optie is deze optie. En dat is met krimpkous. Dan druk je hem er gewoon weer op. Even een lange krimpkous. Die iets langer is dan deze. Die druk je er eerst overheen. En dan die iets kortere. Dan druk je die gewoon aan. Zo fakkel je hem even goed warm. Daarna druk je deze eroverheen. En dan maak je die ook goed warm. En dan 9 van de 10 keer zit die gewoon goed dicht. En wat je ook nog kunt doen is nog een beetje extra. Dat is vloeibare pakking hier tussen doen. Dan knijpt dat helemaal goed aan. En dan heb je het helemaal 100% dicht zitten. Dus vloeibare pakking hierop, als je dat voorhanden hebt. Eventjes een beetje niet te dik, gewoon erop smeren. En dan die even warm stoken. En daarna deze eroverheen. En die steekt dan nog iets verder uit. En even dit even goed schoonmaken. Dus dat is ook even belangrijk, dat alle bagger er een beetje af is. En dan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, zoals dat zo mooi heet, is het dan 100%. En in de tussentijd kun je een mooie nieuwe slang bestellen en die er later dan aan knutselen. En ook even goed dit terugslagklepje zou ik dan ook controleren als ik u was. Want dit is namelijk heel belangrijk dat hij zijn vacuüm vasthoudt op het moment dat hij de motor uitvalt. Dan heeft hij toch nog een vacuümvoorraad waardoor hij toch nog goed kan remmen, zeg maar. Het is wel belangrijk dat dit klepje ook goed werkt. Ze zijn heel vaak, of niet heel vaak, maar heel gaan nog wel geregeld kapot bij Volkswagentjes. Vooral met benzines merk je ook dat de motor daarop reageert. Dat hij gewoon ja, beroerd ervan gaat lopen, zeg maar. Omdat hij elke keer zijn vacuüm meer en minder krijgt. Dus elke keer gaat die lucht terug en gaat die terug in de motor en weer terug zeg maar in de vacuümpot. En dat heeft invloed op het stationair draaien. Soms, niet altijd. In dit geval is het een diesel, dus dan maakt het niet zoveel uit. Maar die heeft gewoon een losse vacuüm machine aan de zijkant zitten, zeg maar. Dus dat is een beetje het verhaal. Ja, ik hoop dat het jullie wat in heeft gehad. Ik zou zeggen, be blessed maar weer en tot het volgende filmpje. Yo!